Hoi, welkom bij Lastig Gast van Liemde. En vandaag komen de trams naar Liemde. Trams, wat zijn de Trams? Nou, het is een band uit de jaren 60. Was toen heel populair in het disco tijdperk en alles. Ik heb ze even opgezocht. Ik kende één liedje, namelijk deze. En we gaan nou eens even kijken hoe het daar is. Draaimolen, jongens. Een reuzenrad bedoel ik, haha. Oh mijn god, probeer even slim te doen hoor. Nou jongens, ik krijg gewoon een perskaart, die is echt leuk hoor. Hoi. Hoi. Als het goed is, kreeg ik een perskaart. Ja, klopt. Die hebben wij voor je. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik heb gewoon een perskaart gekregen. Oh mijn god, ze komen net binnen. Ze komen net binnen. Daar zijn ze. Why did you come to Liemde? Because we heard that this is where all the happy people go. Are you nervous for the province? Nervous? This is what we do. Thank you very much. Thank you. Dames en heren, helemaal speciaal voor het feestje van de Kroegbroeders naar Liemde gekomen. Opvangst met een warm applaus. Hier zijn ze aan de ingang. Dat is hem! Hoi jongens, het is daar echt een compleet gekkenhuis daar helemaal binnen. Iedereen die zegt allemaal zo van, ja, dit zijn echt de Elvis Presley's van de jaren 70 en zo. Eerlijk gezegd kende ik ze niet, maar ik heb ze net Google. En dan hoor je allemaal van die nummers. En ik, oh ja, ja, die ken ik. Dus ja, ze zijn stiekem gewoon heel beroemd. Ze zijn stiekem beroemd. Dat zijn van die bands, hè, die stiekem beroemd zijn gewoon. Iedereen kent ze, maar niemand weet hoe ze heten of wie het zingt, weet ik veel. Ik praat nu veel te lang. Dit is schijnbaar een van hun beroemdste liedjes of zoiets. Ik ken dat niet. Oké, ik ken echt heel weinig mensen. Dit is een van hun beroemdste liedjes. Maybe a bird, weet je wel. Oké, komt ie! Dames en heren, ik heb me voorgenomen om niet zoveel meer op de fiets te vloggen, dus bij deze. Vond je het nou een leuke video? Geef ze alsjeblieft een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en dan zie ik je graag de volgende keer. Doei! Nou ja, mocht je fan geworden zijn, ze heten de Tramps.